De docent heeft volgens justitie in ieder geval tussen 2009 en 2014 kinderporno in zijn bezit gehad. Verder zegt justitie dat in de woning van de docent opnames zijn gemaakt met kinderen. De mededeling kwam als donderslag bij heldere hemel en als een schok binnen bij de school. Totaal ja, verbaasd, verbijsterd zelfs. Ook grote teleurstelling bij leerlingen, verslagenheid. De zaak is al een tijdje in onderzoek, maar de school heeft afgelopen week zelf een gesprek gehad met de docent en kon toen pas maatregelen nemen. Toen betrokkenen aangaf dat de feiten zoals wij ze hem voorlegden, dat die feiten correct waren. Toen hebben we ook direct op dat moment gezegd, je bent nu geschorst tot nader order. Volgens de school is justitie in gebreken gebleven door de school niet gelijk te waarschuwen. En de directie laat het er niet bij zitten. Daar gaan we ook zeker actie op ondernemen richting Openbaar Ministerie. De directeur moet in ieder geval op de hoogte gesteld worden. Ja, absoluut. In de commissie stiekem, zomaar zeggen. Ja, hoe je hem benoemt, benoem je hem. Maar wij moeten op zijn minst geïnformeerd zijn. De docent was ook volleybalcoach van onder andere het Nederlands jeugdteam. En hier in Spijkenisse bij Spivo. Daar zegt het bestuur geschokt te zijn. Vandaag al moest de docent zich voor de rechtbank verantwoorden. Het wachten is nog op de uitspraak. Justitie eiste een voorwaardelijke celstraf en 2 jaar toezicht van de reclassering. Zijn baan op school is hij kwijt.